Welkom, we reizen naar en dan. Video vandaag zijn we hier bij We Reizen Naar. Of ja, We Reizen Naar. Welkom iedereen, ik ben Branko en ik ben ook al lang, niet lang bezig, al een jaar ongeveer bezig met mijn YouTube-kanaal SMPlains06. Hieronder staat het geschreven: SMPlains06. Daar heb ik ook een kanaal, maar daar heb ik al games, vlogs en dingen. Maar nu op deze kanaal, ik ga nu over dit even uitleggen. Op SMPlains06 kun je alleen maar vlogs nu, vanaf nu, kunnen jullie alleen maar vlogs zien. Maar dat is meer uitdagend. Maar hier op dit kanaal gaan wij uitstappen of meer reizen. Dat betekent dat ik meer dus in een stad ga en daar ga ik meer info over geven. Bijvoorbeeld het belangrijkste plekken of bijvoorbeeld speelplekken. Wat kun je allemaal doen in deze stad? In deze kanaal ga ik meer info geven over een stadje of over een land of over wat dan ook. Maar dat is bijvoorbeeld naar een ander land gaan zal voor later zijn, maar bedoel, nu is het in binnenland. Dit jaar zullen we naar dit binnenland blijven. In binnenland zullen wij ja, veel stadjes ontdekken, natuurlijk. Dus we gaan misschien ja, wel rond hier, rond deze jaar zullen we misschien rond Oost-Vlaanderen gaan. Of misschien in de Ardennen ergens, in, rond de regio Oost-Vlaanderen. Dat is een provincie in België, dus dat is Gent, dat jullie kennen. En daar regio gaan we van dit jaar een beetje ontdekken. En de Ardennen, dat kan Luik zijn, provincie Luik, Luxemburg. Ik weet het niet, dat is ook nog een provincie in België. Dus daar gaan we ook een paar stadjes ontdekken. Dit jaar zullen we dit, deze zomer zullen we dit doen. In dit kanaal zal ik niet veel aanwezig zijn. Dat betekent dat ik wel op mijn SMPlains06 wel veel aanwezig zal zijn. Maar dat zijn meer zo uitdagend spelletjes of uitdagend dingen. Waarom ga ik op dit kanaal niet veel aanwezig zijn? Omdat in de zomer ben ik meer vrij. Ik ben ook maar 16 jaar, bijna 16 jaar. En op dit kanaal kan ik alleen maar in de zomer aanwezig zijn. Omdat, ja, dan moet school en school, natuurlijk, de school houdt dat een beetje tegen. Dus dit kanaal kan ik alleen maar in de zomer en misschien in de winter, dat weet ik niet. Maar alleen maar in de zomertijd zal ik op dit kanaal aanwezig zijn. Dus volgend jaar kunnen wij misschien naar ergens anders gaan. Ik weet het nog allemaal niet. We gaan zien. Hoe gaat het gaan gebeuren? Dus ik ga mij nu een keer een beetje voorstellen. Ik ben Branko. En ik ben 15 jaar. En ik ga met jullie zo'n beetje de stadjes ontdekken met dingen. En oké, ik heb jullie de informatie nog een beetje gegeven. Hopelijk hebben jullie een beetje van begrepen. Hopelijk. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer terug. Denk dat onze video's online komen rond de 4 uur. Maar de dag zul ik nog, dat weet ik nog niet. Denk de vrijdag, nu komende vrijdag, zal het misschien de eerste video zijn. Ik weet het nog allemaal niet. Ik zal het jullie laten weten in, of jullie zullen het zien. Maar alleszins komen de video's om 4 uur bij jullie terecht. Altijd om 4 uur. En ik zie jullie de volgende keer terug bij een nieuwe video. Tot ziens!